Ja, dat zeg je een half uur. Als je dat zegt, dan weet je gewoon dat je gewoon weer lekker en verder gaat slapen. Zeg zo, schatje, ga je wakker worden? Nee, niet dus. Zeg maar eens na. Hallo! Dames en heren. Dames en heren. Super tof. Schatje, ja. Wat is een schatje? Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Dit is Enzo Knol. Zwaai eens even hier naar de camera, zodat ze weten dat jij het bent. Hé, hey, Enzo Knol. Ga je wakker worden, schatje? Ja? Ja? Ga je wakker worden? Zeg maar ja. Ja. Goed zo. Dan gaat hij echt wakker worden. Kom, we moeten over 5 minuten weg. Ga je wakker worden? Schatje, leef je niet meer? Hallo? Hij geeft hem gewoon geen fuck. Hoe kan dit? Schat, je moet echt wakker worden nu. Ik heb al een idee. Schat! Wat doe jij? Ik word bang voor jou. Yo. Niet doen. Dat is eng. Jij doet gewoon alsof je dood bent. Hij deed echt alsof het hem niks boeide. Je bewoog gewoon echt niks. Ja, dat had ik gehoopt dat je dat zou doen. En dan meteen wakker zou zijn. Nee, schat, nu weer die deken zo weer heen trekken. Wat is het gewoon aan de hand? We moeten gaan. Over 5 minuten. Oké, let's go. Goedemorgen, Enzo Knol. Kom eens even uit je hol. Mensen, ik heb mijn best gedaan. Het is niet mogelijk om deze beer wakker te maken. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik weet niet wat hier gaande is, maar het is keihard aan het hagelen. Gewoon serieus aan het hagelen. Terwijl hier links de zon schijnt. Ik weet niet wat hier gebeurt. Waar is de regenboog? Huh? Het is echt zo random weer dit. Maar ja, welkom in Nederland. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Ben je met maatjes en we maken lol. Hij mist de intro wel hoor. Dat overstond. What? Dat was Benny op de achtergrond. Ja, ik mis de intro. Hij duurt wel lang, hè, de intro. Dat is wel aan de ene kant balen, want sommige mensen zeiden ik skip die intro, want ja, het duurt gewoon een minuut. Maar dat was wel een legendarische intro, hoor. Er moet gewoon een nieuwe van komen. Heb je een goede lijn voor een nieuwe intro? Laat het weten in de reacties. Ik ben zo benieuwd. Een nieuw refreintje of iets. Maar er moet wel sowieso een nieuwe intro komen. Er wordt ook aan gewerkt. Alleen er wordt niet gewerkt aan een intro zoals dit. Van na 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 na. Het is wel een goed deuntje trouwens. Alleen het is meer zo dat er wordt gewerkt aan een intro, die korte versie, die 5-6 seconden of zo. Die gewoon dat muziekje met knolpower elke dag 4 uur, dat zo'n, daar komt de nieuwe van, zeg maar. Maar ja, het is wel zo dat natuurlijk die intro legendarisch is met dat muziekje. Maar ja, het duurt gewoon te lang, uiteindelijk. Als je dat 100 keer hebt gehoord, dan heb je zoiets van, ja, nu weet het wel. Maar goed, in ieder geval, hele rare weersomstandigheden. Maar interessant, dat vooral. En ik had vanochtend moeite met opstaan. Het is echt, ik had zo'n zwaar hoofd en mijn ogen wilden gewoon niet open gaan. Ik had koppijn. Ik had er echt heel veel moeite mee. En ja, Myron die had daar ook wel een beetje moeite mee. Ja, op een gegeven moment was ik klaar. Op een gegeven moment was ze er klaar mee. Ik ga nou naar bed. Ja, ik weet niet wat het is. En ik kan de antibiotica niet meer de schuld geven, want ik heb geen antibiotica kuur meer. Ja, maar daar kan je wel nasleep van hebben. Oké.
Oké, antibiotica is de schuld, want daar heb je een nasleep van. Ja, dat kan. Daarna, ja, je conditie kan echt helemaal fucked op raken van antibiotica. Nou, het is in ieder geval zo, antibiotica kan helpen met zo'n ontsteking en iets wat je hebt, maar uiteindelijk is het gewoon troep. Ja. Maar het is wel zo dat ik kreeg gewoon mijn ogen niet open. Ik weet niet wat het was, maar ik had gewoon zoveel moeite. Ik wilde gewoon eigenlijk blijven liggen de hele dag in mijn bed. Maar goed, ik ben eruit en we zijn nu lekker onderweg. En we hebben gewoon hagel en nu gewoon weer zon. Gewoon niks aan de hand. Het is echt serieus absurd. Ik heb eventjes de dokter gebeld, of nou eigenlijk het ziekenhuis. En zo. En het ziekenhuis die zei van Enzo, als jij die hechtingen eerder eruit wil, dan moet je naar de huisarts. Want in het ziekenhuis hebben we het zo druk. Je kan niet eerder terecht dan 13 januari. Dus toen zei ik, nou is goed, dan ben ik de huisarts wel. Dus morgen kan ik bij de huisarts terecht. Tenminste bij de assistenten. Want die kan altijd hechtingen eruit halen. Dus om 8:55 morgen vroeg moet ik bij de assistenten zijn. En dan als het niet goed uitziet, komt de dokter nog even kijken. En anders gaan de hechtingen eruit. En zo is het maar. Je krijgt gewoon te horen. Je moet 2,5 weken bijna die hechtingen erin. Maar ja, als de wond er gewoon bijna helemaal genezen is. En het ziet er goed uit. Dan kan het ook gewoon een week eerder al. Dus ja, dan wil ik bij deze mijn lichaam bedanken. Voor het gewoon sportief zijn. Het goed gebouwd zijn. En het genezingsproces. Dankjewel lichaam. Ja, dat je... het ziet er echt goed uit. Ja, het ziet er echt absurd goed uit. Terwijl als je kijkt wat voor snee het is. En wat er uitkwam en zo. Het is echt bizar. Maar je weet niet zeker of ze morgen die hechtingen eruit gaan. Nee, dat zeg ik nu al wel. Maar... Ja, en ik moet zeggen, shout-out naar de dokter. Want damn, die dokter was zo nice. Die heeft geopereerd. En die heeft het ook echt zo mooi gehecht allemaal. Ja. Picobello. Picobello. Ja, echt heel erg nice. Dus ja, ik ben heel erg tevreden. Ik ben ondertussen wel wat wakker geworden. En ja, helemaal top. Leuk dat jullie weer kijken, dames en heren. Dit gebouw hier aan de rechterkant. Kijk hoe dit eruit ziet. Dit ziet eruit als een schoen uit Star Wars of zo. Ja, klopt. Hoe bizar is dit? Dat is toch gek? Heel gek gebouw. Echt raar. Op die pootjes zo. Het is echt absurd, hè? Ja. Het is niet normaal. Altijd. Want we hebben dus een afspraak gehad eventjes in Amsterdam voor YouTube. Dat was echt super interessant. Want ja, YouTube is mijn werk en ik vind mijn werk heel interessant. Maar in ieder geval, als ik dan vanuit Amsterdam kom en ik ga weer terug naar Zeist, dan heb ik zoiets van, wow, dat gebouw is zo ziek. Ja. Dus, je hebt echt hele mooie gebouwen. Soms ook gebouwen waarvan ik denk van, hoe in godsnaam ga je de ramen schoonmaken? Ja. Gewoon ramen allemaal schuin en zo, dat ik denk, wow, er moeten echt gewoon professionele ramenwassers komen die gewoon een klimopleiding, alles hebben gedaan om die ramen schoon te krijgen. Ja. Want ja, als je daar als werknemer zit, dan is het niet fijn als je gewoon niks ziet buiten. Maar net zoals hier zo, check dit. Ja, die. Dat zijn echt gewoon blokjes. Ah, ja, aan de ene kant ziet dit gebouw eruit alsof het gedesigned is door iemand in Minecraft. Die gewoon serieus dus echt, ja, daar wilde ik wel naartoe gaan. Aan de ene kant ziet het eruit alsof het gedesigned is door een super grote bekende designer en waar ze echt gewoon miljoenen voor hebben betaald om dit gewoon uitgewerkt te krijgen. Ja. Maar aan de andere kant ziet het er ook alsof het gedesigned is door een 9-jarig kind die Minecraft speelt. Ja, ja toch? Het kan zo twee kanten op gaan. Ja. En precies hetzelfde heb je hier nog een voorbeeld. Hier heb je dus gewoon 3 Minecraft blokken en die zijn gewoon op elkaar gezet, maar dan gewoon niet recht. En er zijn mensen die kunnen hier niet tegen, want het ziet er gewoon niet symmetrisch recht uit. Maar aan de andere kant is het ook gewoon weer geniaal gemaakt en ziet het ook wel heel vet uit. Ja, het ziet er wel leuk uit, vind ik. Ik vind het altijd zo'n leuk stukje dit om langs te rijden, omdat ik altijd zit te kijken van wauw, zo apart, maar ook weer zo vet. En zo simpel, maar ook weer zo ver doordacht. Ja. En dat is best wel uniek, hè, dat je dan zoiets kan verzinnen, dat je die interesse hebt van hè? Dat je er gewoon elke keer naar blijft kijken, dat je denkt wauw. En er zijn vast mensen die deze route elke dag nemen vanuit hun werk en nu na een paar jaar er niet meer naar kijken. Ja, precies. Maar zo vaak kom ik nou ook weer niet in Amsterdam en op deze weg langs. Dus voor mij is het nog echt wel interessant. Ja, zeker. Dat wilde ik eventjes kwijt. Dat zijn van die dingen waar ik soms naar kijk en denk, wauw, dat is wel echt interessant. En ik krijg gewoon nu zin om Minecraft te spelen. Hè? Mooi is dat. Ja, nou, dan ga je dat toch straks doen. Heb ik ook gewoon zin om in Minecraft een gebouw te maken die zo geniaal eruit ziet als dat, maar ook gewoon zo simpel. Nou, ja. Doe je ding. Kijk, uiteindelijk de constructie van hoe alles gebouwd wordt en is natuurlijk ziek ingewikkeld. Dat kan een 9-jarig kind natuurlijk niet doen. Nee. Maar gewoon de buitenkant, hoe het eruit ziet, ja, dan is het uiteindelijk de bedoeling dat mensen die echt een opleiding hebben gevolgd en een diploma hebben gehaald in gewoon de hele constructie en alles, dat die dat dan natuurlijk gewoon verder uitwerken. Ja, dat is het moeilijkste inderdaad. Maar ja, het is wel interessant. We hebben eventjes gewisseld, want lang autorijden voor mij is toch wel een beetje irritant nog, omdat ik morgen hopelijk gewoon beter kan bewegen. Maar nu is nog, ik voel het te veel trekken en ik ga toch automatisch gewoon heel snel heen en weer kijken en zo. Maar een lekker aardbeien sapje, wat Maya vroeg of ik dit wilde, maar toen dacht ik me wortel, sinaasappelsap. Dat vind jij dus altijd super lekker.
werken. Ja, maar in het buitenland denk je dat altijd. Ja, maar als ik dit dan zo zie of zo, dan denk ik van... Nou, lekker hoor. Ja, soms heb je gewoon ergens anders zin in. Aardbei smoothie, lekker broodje kipfilet. Oh, lekker hoor. Is lekker? Proef alsjeblieft even één slok. Waarom? Omdat je meteen snapt waarom je moet proeven als je de proeft. Marjun zegt de hele tijd, proef even. Ik zeg tegen Marjun, ik heb toch niet aardbei gekozen om dan vervolgens jouw sapje te proeven? Ik hier kies staat, toch aardbei omdat ik hier zin in heb hier en niet in die. Wortel sinaasappelsap, maar proef eens. Je weet wat het is, hè? Gadverdamme. We zitten door. Ginger. Ja, gember. Gember. Oh mijn god. Dat is dom. Dat staat helemaal niet op. En hier achterop staat het wel. Gembersap, 4%. Gadverdamme. Ja, gewoon trilling. Van zo vies gewoon. Nou, hou eens op joh. Dat is echt wel prima te doen. Oh, deze was lekker. Lekker aardbeitje. Aardbeitje. Oeh, lekker gembertje. Oh, nu een lekker oranje snorretje. Net als ik, dan weet je hoe het voelt. Ja, ik heb het wel bijna op, maar het brandt zo altijd. Klopt, ja. Nou, jij gaat naar huis lopen, ik ga verder. Doei. Doei. Ja? Laat me erin. Ah! Oh, ja, je deed hem gewoon dicht, hè. Jij bent zo gemeen. Nee, dat wist jij niet. Nee, anders had jij hem gewoon dicht gedaan. Het is dat er een beveiliging in zit. Dat weet ik toch. Hij zit op slot. Ja, hij kreeg mijn armen niet meer uit. Marjun, doe het raam open. Ik ga rijden. Nee. Marjun, stop. Mijn arm. Je kan er zelf bij. Ja, dat probeer ik. Die. Schatje. Het is deze. Oh. Doe eruit. Kom eruit jij. Schat, rustig. Nee. Jij gaat eruit. Kom maar uit. Kom maar uit. Ja, ik ga eruit. Ik moet even rustig zelf eruit. Nee, niet rustig. Oh, knuffeltje. Kom maar uit. Ja, ik ga eruit. Ik heb mijn voet nog op de rem, maar dat hoeft helemaal niet. Doei. Ik moet alleen even mijn jas pakken. Hé, wat doe jij? Niet horen. Ga je lief doen? Ik ga zeker. Ik heb jouw vinger vast, hè? Ik ga straks voor jou koken. Kwijtraken. Ik ga straks voor jou koken zelfs. Oeh. Weet je wat? Zak patat. Niet dat doen. Nee, dat is vervelend. Oké, ik moet nog even mijn jas pakken. Helaas. Ik wist het. Ja, nee, toch helaas. Ja, op slot. Helaas. Ja, dat gaan we nu ook aan horen met Marjun. Pak maar via het raam. Nee, hoor. Zitten. Pak maar. Nee, ik ga hem niet dicht doen. Ja, weet je hoe traag dat het raam reageert? Oh. 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 Maar ik ben schrok. Je schrikt ook gewoon meer. Het doet helemaal niet pijn. Yes! Ah, pas je op voor het raam, hè? Ja. Maar doe je tong er eens tussen. Nee, dat durf ik niet. Hier, bij deze. Ik wou het doen, maar ik durf dat niet. Durf je dat niet? Oh. 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 Wat is er? Oh, dit is heerlijk. Oh, mijn tong doet zeer. Oh mijn god. Voor mijn gevoel. Ik praat ook anders. Kom er eens in zitten. Laat maar eens kijken. Hij zat gewoon vast. Je bent ook gewoon aan het huilen. Nee, lachen en huilen tegelijk. Laat maar eens kijken. Dit weer. Ja, je hebt hier een wondje. Ja? Ja? Ja, kijk maar in de spiegel. Ja, dat was ook gewoon dom. Jij zei dat ik dat moest doen. Ja, nou, ik had niet verwacht dat je het echt zou doen. Oh,
Het voelde alsof die voorkant helemaal verdoofd is. Hij zat gewoon vast. Ik moest hem er zo uittrekken. Hij zat erin. En toen trok ik zo. Maar soms besef ik nog niet helemaal dat jij net zo dom kan zijn als ik. Dat is echt zo. Ik had niet verwacht dat je het zou doen. Het doet nu wel minder pijn. Ik denk, jij gaat uiteindelijk je tong gewoon weer wegtrekken. Ik dacht, ben wel benieuwd. Maar bij je vinger gaat hij wel gewoon terug. Maar de voor alle mensen. Is natuurlijk zacht. Dus dan zit er niet echt iets tussen. Oh, dat deed zelfs gewoon een beetje blauw of zo. Voor iedereen die in ieder geval nieuwsgierig was. En doe je het toch niet doen. In. Oh ja, weet je wat het is? Sowieso moet je hand nooit bij het raam doen en zo. Want deze auto, die heeft dan dat die automatisch dus weer zo teruggaat. Omdat die merkt dat er iets tussen zit. Ja. Maar er zijn ook auto's die dat niet hebben. En dan doet het wel echt pijn. Ja. Oh, schud je toch? Helemaal traantjes ervan. Kleine traantjes, maar ik moest lachen en huilen tegelijk. Ja, dat zag ik, ja. Anders was ik echt wel uitgestapt en dan je geknuffelen. Ja. Maar ik zag gewoon meteen dat je was en de huilen lachen tegelijk. Dat is echt gek gevoel, het is een beetje doof of zo. Ja, mooi, mijn tong is warm. Ja, gaat het? Ja, gaat wel. Ja, echt bijzonder dat je dat deed. Nou, anders doe jij het nu ook nog even een keer. Wat denk je dat ik gek ben? Nee, maar jij bent toch benieuwd hoe het voelt? Weet je waar ik heel erg benieuwd naar ben? Als je piemel ertussen. Schatje, hou het nou eens normaal. Nee, en alsof ik dat hier ga doen op het midden van de straat of zo. Even, hè? Je tong die blijft vastzitten, maar dan dat ook, hè? Mijn tong voelt heel anders, alsof het niet mijn tong is. Weet je waar ik nu benieuwd naar ben? Nee, joh, staart. Dat maakt niet uit. Nee, maar dat ga ik niet doen. Schatje, dat maakt niet uit. Waarom moet ik de proefpersoon je tong doe je... Ja, oh, ik heb toch geen staart? Oh, hey, hallo mevrouw. Mag ik even uw staart lenen? Nee, dat kan toch niet? Nee. Maar schat, jouw staart, dat voel je niet. Nee, maar die gaat er wel tussen zitten. Nou, maar daar ben ik dus benieuwd naar. We moeten het uittesten, zodat andere mensen gewoon niet dit hebben. Je moet hem dan wel hier zo houden en een heel klein stukje... Ja, ik hou hem vast. Doe jij het raam maar dicht. Een heel klein stukje, hè? Ja, nee, jij doet het raam dicht. Wow, hij zit gewoon vast. Hij zit vast. Oh mijn god, ja, wow. Dat gebeurde met mijn tong ook. Ja, die zat gewoon echt vast. Ja. Dat is gewoon te dun, zeg ja, maar. Ja, dat is te zacht. Want hier zit natuurlijk bot in je vinger. Dus dan voelt hij dat er iets tussen zit. Ja, maar doe eens hem nog eens dicht. Oh, één vinger is wel spannend trouwens. Weet je zeker? Oeh, zo. Nee, doe nog eens. Kijk dan. Dat doet echt geen pijn, nee. En mijn tong doet nog steeds pijn. Nee, dat is een domme idee. Ja, dom. Gewoon nou, dom. Kom schat. Camera ertussen, ja dat kan, dat is geen probleem. Dat is het. Ja, dat maakt niet uit. Dat is zo spannend. Nou, vieze gember gedronken en dan nu tongen kapot. Ja. Nee, die gember, ik weet niet, ik vind het niet vies, maar het is gek in je keel. Ja, klopt. Het brandt een beetje of zo. Het is een beetje, ik weet niet. Nou, schat, doe rustig aan. Geen gekke dingen meer doen, niet zoals net. Ik moet wel de huissleutel hebben, anders kom ik niet binnen. Die heb ik voor jou. Top. Die heb ik voor jou. En dan ga ik er vandoor. Ja, en dan zien we elkaar bij het eten, hè? Ja. Okay. Je weet dat we gaan eten, hè? Fijne middag, doeg. Tot ziens. Ja, oh, we gaan zoiets lekkers eten. Oh. Doei, schat. Bye. Nou, één ding is zeker. Marvin en ik hebben elkaar wel goed gevonden. Want we zijn allebei een beetje gek in de kop. Oké, we gaan er vandoor. Dat was een hele bijzondere ervaring. Jongen. Wie van jullie durft zijn vinger tussen het raam te houden? Van de auto? Ja. Ja, durf ik wel. Oké. Ga ik in de auto zitten? Okay. Ja, ik heb wel eens gezien dat gewoon kan. Ja, het verschilt per auto. Ja, dat is dus het belangrijke. Anders, doe jij... Ja, is goed. Kan tegelijk. Oké, komt-ie, ja? Ik was toch wel een beetje bang. Dat deed mij niks. Doe het nu eens alleen, Quinn. Oh, je schrikt toch een beetje, ja, hè? Ja, maar je komt er dan tegenaan en dan... Maar hij gaat wel een klein beetje kijken. Ja, en weet je dus wat er niet tussen kan? Nee. Je tong. Heb je dat gedaan? Myron, die heeft nu een wond. Ah. Ja, die zat helemaal vast in het raam. Daarom stonden we zo lang in de straat verderop. Ja, want Quinn die zei van, waarom stond je zo lang daar verderop in de straat? We zagen jullie de hele tijd daar staan. Ja. Myron had dus de tong. Hoe kom je ook op het idee van een tong? Ja, dat vraag ik me ook af. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Veel gekke huizen. Ja, zo dom in ieder geval. Maar wat we gaan doen is wel echt heel erg lachen. Maar ik moet wel even mijn jas pakken, want het ziet eruit als mooi weer. Maar het is koud. Ik ben benieuwd, wat rookt er meer? De John Deere? Of de rookbommen die ik bij me heb. Ik denk de John Deere. Ja? Ja, denk ik wel. Wat denk jij? Want het zijn wel echt gekke rookbommen hoor. Nou, ik heb die John Deere dus nooit echt op vol vermogen gezien. En een rookbom ook niet, dus... Ah, dus maar het is moeilijk. Toch, ik geloof Misha wel meer. Oké. Hij weet wel wat hij heeft, hè? Nou, dit is in ieder geval het project waar Quinn en Misha aan werken. Het is een hele oude mini en die is... een beetje total los, lijkt het. Ja, we zijn hem nu uit elkaar aan het halen. Hebben jullie wezen solderen? Nee, slijpen.
Oh, ja, het ruikt als verbranding een beetje. Ja, kijk, we hebben hier net dit helemaal doorgeslepen. Ah, kijk, hier komt een nieuw paneel in, want het is helemaal verrot hier. En nou, kijk, als hier... Is het verrot, ja? Nou, moet je even daar kijken. Kijk, oh mijn god. Maar waar... Wojo? Nou, vertel me alsjeblieft dat jullie dit onder de 300 euro hebben gekocht, deze auto. Nee, 600. Echt? Ik heb ooit gewoon een witte Peugeot gekocht voor 500 euro en die reed gewoon, die had APK alles. Ja, maar deze is best wel uniek. Ja, hij is 1975. Als deze helemaal gemaakt is, krijg je niet meer 600. Nee, oké. Dus dat is ook met een oud dashboard en alles erin, hè. En kijk. Alles erin, hè. Kijk, dit zijn inlasdelen. Het lijkt wel de zijkant van mijn computerkast van vroeger. 1920. Ja, ziek, hè. En die past precies daar over het roestgat. Dus dat zagen we dan precies op deze maat uit. En dan lassen we het helemaal rondom erin. Vet, hè? Zit er een nieuwe vloer in. Cool, man. Ja, nou ja, jullie liever dan ik. Want ik begrijp er geen ballen van. Ik moet zeggen, dit is... Jawel, ik vind het interessant, zeker. Maar ik vind dit wel vet. Mini. Hieraan zie je wel dat het oud is. Want dit zie je op geen één mini meer zitten nu. Nee. Dat is wel cool. Is het ook zo leuk. Heeft je moeder nog die mini? Nee. Oh, echt niet? Nee, mijn zus heeft die wel nog. Ah, oké. Okay. Oh, dus hij is nog in de familie. Hij doet het bezig richting zijn eind wel, hoor. Oh, oké. Okay. dit vond ik ook altijd wel echt lachen. Ja, maar dit is wel echt anders. Een dartboard. Wow. Hele goede pijltjes. Hele goede pijltjes. Oké, okay, deze pijltjes zien er zo verrot uit. Die hebben een beetje dezelfde conditie als de mini. Ja. Dus Misha, als jij het voor elkaar krijgt om één van deze in de bullseye te gooien. Dus ja, dan moeten we dat gewoon even zo doen. En dan dat jij daar gaat staan tegen het houten blok aan. Als je één van die in de bullseye... Ik heb vaker met deze gegooid. En dat is wel een uitdaging, hoor. Oké, okay. Nou, dan moet er wel wat tegenover staan. Dus als je de bullseye raakt... Dan mag je mijn step hebben. Nee. En dan krijg je een elektrische step van Quinn, ja. Dan mag je voor 100 euro knopouw.nl uitkiezen. Dat is wel een beloning, ja. Ja, toch? Ja. De eerste is zonder het vaakje. Oh mijn god, staan we veilig? Wow. Ja, zonder zo'n ding is echt moeilijk, hè? Oh mijn god. Niet in de buurt nog, hè? Ja, ze zijn allemaal... Doe even je best, man. Ja. Je kan het. De laatste. Oh, die was zat nog het meest in de buurt. Maar is gewoon niet te doen dit. Nee, dat is echt niet te doen. Dit heb ik dus altijd al een keertje willen meemaken. En vandaag gaat het dus gebeuren. En weet je wat echt geniaal is? Ik heb deze vaker zien rijden. En dit was volgens mij ook de periode dat jullie elkaar helemaal niet kenden. Klopt. Ja, want toen zag ik dus Misha een keer. En toen zei ik van, yo, en toen zag ik jou dus een keer rijden met deze prachtige John Deere. En ja, dit is gewoon een iconisch apparaat. Dus het is echt ongelooflijk. Blijkbaar is er nu ook een scooter van, dat wist ik niet. Wel vrij slordig gespoten allemaal hier zo. Op de banden, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon een fun scooter. Ja. Maar in ieder geval, ik heb dus hier de rookbommen bij me. Want die rookbommen, die kunnen we even gaan testen op een plekje waar niemand er last van heeft. Omdat deze auto, die maakt dus ook rook aan. En dat kan je later... Laten we uitleggen als je wil hoe dat werkt en zo. Maar eerst moeten we even een stukje rijden om even warm te laten lopen. Even langs de pomp, gooi er even diesel in. Ja. En dan even 10 minuutjes rijden en dan gaan we proberen. Het is nog even een maandje geleden ik heb het geprobeerd. Dus en dit is gewoon een 25 km per uur scooter. Ja. Dus je hoeft geen helm, kan gewoon aantuffen en klaar. Kappen, ja. Zo! Start. In één keer! Hé, hey, knap ding! Hoppa! Nou, jij kan zeker geen wielen, jongen. Ja, je weet niet. Maar een wielen kan. Oh mijn god. Je boempaal. Hey, oh ja, je moet de linkerrem gebruiken. Ja. Linkerrem is gewoon achterrem, toch? Ja. Het is wel geniaal, hoor. Twee van die sondeer zo. Ja, als hij vermogen heeft, kan ik wel een wheelie. Maar dit heeft geen trekkracht, niks natuurlijk. Valt er straks uit elkaar. Oké, wij kunnen met z'n tweeën hierin. Ja hoor. Gezellig, gezellig. Kijk dan ook even. Een 6320, dames en heren. Ja, ja. Die stickers maken hem wel af, hoor. Ja, vind ik ook. Dat is echt leuk. Wordt gezellig, hè? Wow, wat is dit? Kijk, hier vooruit, achteruit. Het is automaat. Nou, rem en gas. En dan hebben we hier gewoon een dashboardje. Kijk, kan ik zo aanzetten. En dan heb je, kijk, hier ook telefoon opladen. Hier een toetertje. Oh my god, joh. Ja, die tuw, die. Ja, de kermisattractie, hoor, dit. Kijk, hebben we bovenop hebben we nog twee lampen. Kijk, die kun je ook aan. Wow, yo. En dit heb je gewoon helemaal zelf gebouwd? Ja, ik heb hem helemaal zelf gebouwd. Ja. Joh, echt geniaal, jongen. Echt geniaal. Maar ja, Misha heb ik dus ooit een keer gezien. En toen hadden we altijd al een keer gezegd. Dat was volgens mij echt al 2 jaar geleden, misschien langer. Ik heb hem nu 4 jaar of zo. Ja, dus misschien 2-3 jaar geleden. En toen zei ik van, oh, ooit wil ik nog een keertje mee met je afspreken. En gewoon dat het nu pas gebeurt, is eigenlijk echt verschrikkelijk. Maar is hij wel mooier. Hij is nu wel een soort van af, toch? En zo. In de winter, dan is het altijd, er zit geen verwarming in. Dus ja, dat moet ik zo doen.
Dat lukt wel. Dit is zo mooi, jongen. Mooi, hè? Nou, rij voorzichtig. Ja. Hard dicht doen, hard, hard. Kan dit ook open? Ja. Hoe, kijk, het is gewoon zo. Zo. Oh, zo opzij gewoon. Ja, en de achterkant die kan wel helemaal. Oh ja. Zo. Ja. Yeah. Zo. Dat is echt geniaal. Beetje gas geven, kicken. Ja. Ja. Even achterin. Hier zit de choke. Ik trek je zo omhoog en dan. Die moet je omhoog trekken, ja, die choke, om hem te starten. Ja, bij de koude start. Maar hoeven we geen gordel om? Nee. Oh, joh! What the heck? Oh my god! Oh, dat is lijn! Oh my god! Je mag over de stoep. Ja, legaal. Je mag 6 kilometer over de stoep, 30 over het fietspad en 40 over de weg. Kijk hem ook met z'n mooi, hè? Je bent ook gewoon aan het rijden met dat ding in je hand. Oh, de benzinedop zit los. Oh, pop, 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 hoorden we. Ja, een paar pops en bangs. Oh mijn god, gaan we dit redden, ja? Oh mijn god. Nou, weer een beetje vegen. Ik zit even een benzinedop erop, hoor. Ja, is goed. Vind en ik een beetje hard gereden. Nog een ander dingetje, deze kan die ook. Oh, dus we moeten alles hier. Ja. Yo, ik zweer het je, dit is gewoon. Hoe gaat die open? Hier, even kijken, naar boven. Wauw, mijn dag is zojuist heel raar geworden, man. Wat dan? Ja, dit is gewoon toch apart, jongen. Dit is zo bijzonder, dit ding. Kijk, gewoon, er zijn mensen aan het fietsen en hij doet zo. Wee, wee, wee. Ik lach het. V12. Kijk eens even. Zo. Kijk, nou, je zit ook meteen in de grond. Nou, kijk, en als de accu leeg is, dan kan je hem ook gewoon met een touwtje starten. Wauw. Alles erop. Alles. Oh, wat, ja, alles. Je kan je zo weer naar Frankrijk, joh. Alles wat een man nodig heeft. Alles wat zijn hartje begeert. Tenminste. Misha's hart. Ja. En wat is dit voor een mooi rietje? Ja, dat is de ontluchting van de tank. Dus zodat er gewoon lucht bij komt. Ja, want anders trekt hij ook vacuüm. Maar hij zat eerst, kijk, hij zit hier binnen. Maar hij zit eigenlijk daar. Ja. Maar ja, dan stinkt het. Dus nu gaat het naar buiten. Ah, slim. Nu is het lekker. Ja, heel interessant dit. Oh mijn god. Ik denk dat hij weer kan. Ik denk dat hij weer kan. Oei, oei, oei. Dit is wel echt mooi, hoor. Wat is de bedoeling dat er op de voorkant staat? Jamaica of? Amica. Wat is Amica? Dat is het model. Oh, echt? Dit is een Amica. Oh, dit is een Amica. Ja, zo heet het. Het is geen Kanta. Hier voorin, nou ja. Oh, hier kan ook nog iemand zitten. We hebben er een keer met z'n vijf ingezeten. Hey, je hebt gewoon een dakdrager. Ja. Dat is wel heel. Maar dat hebben we, wat ik normaal eigenlijk deed, leg ik die karbietbussen hier op met z'n drieën zo, met spanband eroverheen. En dan reed ik en dan bam! Oh, je bent me er ook eentje, hoor. Ja. Dit is toch mooi, jongen. Oh mijn god. Oei, oei, oei. Nou, gaan we weer. We gaan weer in vertrek met de 6320. Maar geen gordeltje om niks. Wat interessant. Ja. Maar hoe hard kan deze? Of hoe hard mag die? Laat ik het zo zien. 40. Ja, 40 op de weg. Oké, dus 6 kilometer op de stoep, 30 op het fietspad en 40 op de weg. Nou, gewoon pops en bangs. Ja, maar dat is niet goed. Oh, dat is niet want? Goed. Nou, dan ligt de benzinedop er een beetje aan, zeg maar. Oh. Maar we gaan wel kijken of we het halen. Gaat ie weer, hoor. Oh mijn god, als ik dat moet doen, moet je het zeggen, hè? Ja, dat mag ik. Volgens mij is dat mijn taak, want ik zit naast jou. Ik wil nog een keer een ruitwisser aan de binnenkant maken. Oh mijn god, dit is zo mooi, hè. Kijk, het zit ook, kijk hier, ook een uitwis van buiten, dat kan ook allemaal. Zo, ik help je even mee. Ja, hoppa. Ga wel los zo. Ja, het gaat snel, hè. Slaap. Ja, dat gaat snel, ja. Ik hou hem wel gewoon in mijn hand ook. Oh, oh, alsjeblieft, blijf aan. Oh. Valt die bijna uit dan, ja, door die benzinedop? Ja, die benzinedop die schuift een beetje van de benzine af, zeg maar. Dus dan springt de vonk daar over en niet op de benzinedop. Oh, hij moet blijven vonken. Liet zien, nee, ja, hij moet blijven vonken om benzine te kunnen ontvangen. Ja, en anders backfired hij. Ah. Ja, meneer! Stoppen! Stoppen, meneer! Stoppen! Oh mijn god. Ik zal hem even weer meer zichtbaar maken voor je. Oh mijn god, dit is geniaal. En zo heb ik via naar school gereden.
vier jaar binnen met deze Amico. Maar ik hoef maar 1000 meter of zo. Oh, het was gewoon meer lachen. Ja. Wauw, dit is wel echt geniaal. Hij is rijbewijsvrij, hè? Hij rijbewijsvrij. Hij heeft geen rijbewijs te hebben. Huh? Is een invalide. Maar zit wel een kenteken op? Nee, hij heeft geen kenteken. Huh? Hij heeft een verzekeringsplaatje. En dat is dus wat heel weinig mensen... De politie weet het ook niet. Je moet het altijd uitleggen. Wat? Kijk, je hebt een brommobiel. Die mag 45. Ja. Maar dan heb je een bromrijbewijs voor nodig. En een brommobiel heeft een kenteken. Maar dit is een overdekt invalide voertuig. Oh, dus je hebt gewoon een invalide voertuig? Ja, maar dat mag je mee rijden zonder... Ja, ja. Zonder been of zo eraf. Dus dan verzeker je mee, dan mag gewoon rijden. Je mag parkeren overal en tegen het verkeer in. En deze heb je ooit, zeg maar, toen hij kapot was gekocht en opgeknapt? Of geen motor, geen stuur, geen wielen, helemaal niks. Wow. En toen gewoon helemaal opgeknapt. Wauw, dit is echt grandioos, man. Dit is echt briljant. Dan gaan we even diesel halen. Zit er richtingaanwijzer op? Ja, zit er zelfs. Kijk links. Oh, dat rechts. Doe je daar gewoon. En dat is links. En in het midden is uit. Oh ja, dan moet je net weten dat die knop op richtingaanwijzer is. Ja, dat moet je net weten. Ah, dat is nieuwigheid. Oké, ik maak het raampje voor je schoon. Wauw. Dan gaan we die categorie. Ja, je wordt heel vaak ook gewoon aangekeken en gevraagd. Iedereen van, kijkt. Iedereen kijkt. Ja, nou, dat is niet zo gek op zich. Zo. Oh mijn god. Dat is mooi, hè? Ja, dit is zo mooi, jongen. Wat een beleving. En je ziet ook gewoon dat die stoelen zijn zo oud door die strepen en zo. Dat is echt gewoon iets van vroeger. Ja, ik denk dat die uit 1990 is officieel. Ze worden helemaal niet meer gebouwd. Geniaal. Kijk, echt mooi. Een gat voor de ruitenwisselvloeistof. Ja. Maar daar gaat natuurlijk geen ruitenwisselvloeistof in. Daar doen we diesel in. Echt? En dat wordt gepompt in de uitlaat als ik op een knopje druk. En daardoor rookt hij. Heb jij ooit in deze gereden? Nee. Nee? Niet gereden. We hebben alleen gezeten, hoe jij nu hebt. Oei, joh, dit is zo mooi. Dus zo tank je gewoon diesel? Ja, in de ruitenwisselvloeistof. Oei, oei, oei. Wat mooi dit, zeg. En die diesel, die drupt op de uitlaat waardoor die rookt? In de uitlaat. Oh, in de uitlaat. In de uitlaat. Ja. Waardoor die rookt. Maar het is een benzine... Ja, maar omdat die uitlaat zo heet is, gaat diesel gewoon helemaal bruisen. Maar kan het niet ontploffen of zo? Nee, daar is het dus te dik voor. Oh, oké. Okay. Dat is goed om te weten. Ja, straks John Deere, boom. Nee, boom. Doet hij wel een knal uit de uitlaat dan, maar dat is het ook wel. Ah joh, dat is bijzaak. Dat is nieuwigheid. Oh mijn god, dat is zo mooi. Want hij is aan het rijden en ik zit de hele tijd met die trekker het raam schoon te maken. Zo. Toen hij dat zelf deed, voelde je toen ook niet zo veilig. Nee, hij zat te rijden en met die trekker. Ik zo, jongen. Zo mooi dit ding, echt waar. Echt heel mooi, ja, dat raampje open. Bro, geen kenteken, geen rijbewijs. Geen rijbewijs. Goh, iedereen mag hierin rijden. Ja, tenminste, je moet 16 plus zijn, denk ik. Ja. Weet ik niet zeker. Ja, dat zei hij, ja. Ja, oh, dat had maar ik niet gevraagd. Maar het is een invalidewagen. Ja, een invalidewagen. Ja, heel interessant dit. Ja. Echt heel interessant. Ik denk elke keer als ik naar de voorkant kijk, Jamaica. Maar... Wow, is wel vet hoor, zo. En een scootertje en zo'n Amica. Een mooi in thema. Grandioos. Start-up. Nu snap ik nog steeds niet helemaal waar dit voor is. De vooruit en achteruit? Ja, gewoon schakelen. Net, maar ik laat hem altijd vooruit staan. Ja, en als je achteruit wil, dan doe je hem dus naar achter. Oh, dan doe je hem naar voren. Voor naar voren is achter en naar achter is naar voren. Ah, oké. Okay. Oké, okay. Start te lopen. Zo. Ja, dat is wel sick. Je drukt start en hij doet het. Ja, ik ben heel vaak naar Wijk de Duursteden met het ding toe. Ja. Dat is echt best een stukje. En leg gewoon een muziekje daar in de box voor in. Ja, maar gewoon een Bluetooth box mee en klaar. Ik heb nooit pech gehad eigenlijk. Het is wel koud altijd, hè? Ja. Ja, dan moet je ervoor over hebben. Ja, toch. Maar je fiets is nog kouder. Ja. Ja, dat is wel waar. Ja, Quinn heeft ook wel koud nu, denk ik. Ja. Quinn! Is het koud? Ja. Ja, het is koud. Ik vind het zo droog dat deze gewoon op het fietspad past. Ja. Zo alleen op het fietspad. Ja, die scooter mag ook gewoon op het fietspad, want dat is 25 km/u. Zo, maar dit gaat niet meer lukken, denk ik. Oh, je mag op de stoep. Op de stoep, hè? Oh my... Kijk dan. Oh, wow, dit is zo geniaal. Dit is echt mooi, hoor. Oei, oei. Maar je hebt nooit verder een ongeluk gehad met dit ding of zo? Ja, Rob, die kent je ook wel. Ik zei een keer tegen Rob in Stop, zei ik. Dat is waar ik mijn scooter vandaan heb gehaald, die Malaguti. Toen zei ik tegen Rob van, ken je die gast van die John Deere? Zei ja, die ken ik wel. Die rijdt wel eens langs ook. Ja, ik kom heel vaak langs. Oké, okay, we gaan nu even naar een plekje waar we even dat rook kunnen laten zien. Dat is wel echt super vet. Quinn uitroken. Ja, dan moet Quinn achter ons rijden en dan... Hoppa! Even een knopje in. Werkt wel, hè?
Je ziet mensen kijken van, wow, wat komt daar aan? Oh my god. Hij heeft best wel wat grip, of niet? Er zitten vier nieuwe Michelin-bandjes op, hè? Vier nieuwe Michelin-bandjes? Ja, ja, ja. Deze is het mooist. Klinkt ook een beetje als vuurwerk of zo, hè? Ja, die is wel echt mooi. Wieuw, wieuw, wieuw. Ik weet wel wat meer rook. Oei, oei, kijk, zacht, kijk de hele straat. Mooi joh, wat is dit voor een gekkigheid, joh. Dat is niet normaal, hè. Oh mijn god. Ik ben nog nooit aangehouden. Oh, alleen het was wel een beetje lullig voor die fietser. Ja. Dat is niet de eerste, denk ik. Oh mijn god. Oei, oei. Ik ga even uitstappen. Even vragen aan Quinn. Zo. Even vragen aan Quinn wat hij daarvan vond. Wow, yo, dat is zoveel, dat er zoveel rook uitkomt. Olielampje. Olielampje. Ah, is nieuwigheid. Hey, hoe was dat? Bro, ik zag niks, joh. Mijn pet verloor ook al. Je hebt nu al moeite met praten door de kou, hè? Ja, ik heb heel koud. Ja, jouw mond ook. Ja, het is heel koud. Oh, anders dan ga jij even bij Michel en dan ga ik op de scooter. En dan film ik wel even hoeveel rook eruit komt. Zo, komt veel rook. Ja, dus... Je blijft ook lang, joh, hè? Ja, ik heb de pet ophalen en toen daarna was het nog steeds... Maar ik moet met deze... Oei, ja, gas blijf hangen. Ja, gas blijf hangen. Oei, dat wilde ik net zeggen. Ik wilde net zeggen, gas blijf hangen. Bijna knalde ik tegen de achterkant aan. Cruise control, ja. Dus zo kan je het ook zien, ja. Nou, gelukkig zitten de kappen vast met duct tape. En met tie rippies. Oké, komt goed. Wat gebeurt hier? Lekker maatje, lekker koud, hè? Ja, het is goed dat we hebben afgewisseld, want had ik anders wel echt te sneu gevonden voor jou. Ja, het is zo echt koud. Heel koud. Het lijkt niet zo, maar het is wel. Oké, gaan we. Ziek, hè? Kijk hoeveel. Oh, dat is echt niet normaal, jongen. Dat is raar, hè? Het is helemaal niet erg om het te ademen of zo. Nee. Ik vind het wel meevallen qua stink of zo. Er ruikt een beetje. Kijk hoeveel, hè? Wow. 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 Gek rookgordijn, bro. Wow. Yo, bro, waar ben je? Ik zie jou gewoon niet meer, hè? Wow, gek. Wow. Oh mijn god, joh. Niet normaal, hè? Ja, wow, hoe kan dat, hè? Ja, wat een uitvinding. Super vet. Ja, heel vet. Alleen precies wat Misha zei. Je moet inderdaad een beetje oppassen met gewoon de auto weg en zo. Dat je niet mensen in gevaar brengt of zo. Maar dit valt nog wel mee. Dit trekt wel aardig goed weg zo. Het is helemaal niet zo heel vies of zo. Nee, ik vind het echt helemaal niet zo heel erg stinken of zo. Vind ik echt wel meevallen. Kan je zoiets met zo'n rookding niet op de scooter maken? Ja. Ja. Alles met de uitlaat. Het is ook onder de Lambo. Ja hoor. Ja hoor. Hoppa. Ja, interessant weer dit. Ja, kan allemaal met deze scooter. Hallo. Hallo.
Hallo. Hallo. Nou, waar was het dan? Ja, ik ben er even lopen. Hij heeft een rijbewijs. Oh. Mijn auto. Mijn rijbewijs staat, maar ik heb ook een auto rijden. Ja, mooi. Even wel mee. Ja, dat sowieso hoor. Hoi, hoi. Wow, wat toevallig weer dit. Dan heb je het helemaal opvoeren. Nee. Hoi, hoi. Nou, politie kwam even polshoog te nemen. Die zei van, jongens, wat is er aan de hand? Dus, ja, goed. Hebben we dat ook weer meegemaakt? Maar allemaal... Hij vond het aardig. Hij vond het mooi. Ja, hij vond het wel mooi. Hij zei, niet opvoeren, hè, die dingen. Maar het is niet opgevoerd, want die scooter loopt gewoon prima. En ja, deze... Deze loopt ook niet echt hard, hoor. Nee, deze mobiel die gaat 40 dus op de weg. 30 op het fietspad en 6 op de stoep. Dus ja, je kan natuurlijk ook 40 op de stoep gaan knallen. Maar dat hebben we niet gedaan. Maar, oh mijn god, wat een ervaring. Nou, goed. Mooi spul. Erg mooi spul. Het is trouwens wel heel erg toevallig dat ik groene pet vandaag op heb. Alsof, met John Deere. Ja, alsof het zo had moeten zijn. Serieus. Want ja. Ik denk dat als je mijn pet hiermee vergelijkt... Nou, dat kwam wel in de buurt, hoor. Kom aardig in de buurt. Ja. In ieder geval zo dicht in de buurt dat het wel gewoon echt heel toevallig is. Oh, gaat de scooter nog aan? Ja hoor, we zien licht. Oké, dan ga ik zelf even schrijven. Ja. Interessant weer. Hoppa. Oh. Ik ging verkeerd zitten. Ja, hij is hard in het midden. Ik ging zitten in het midden. Oh, mijn reet. Oké. Kijk. Goed. Wow, dit is echt zo'n lanceerknopje. Zo, ready to take off. Ja, dan moet je hem omhoog zetten. En dan? Nog eentje omhoog. Metalen, zeg maar. Dit zo. Dat is aan. En dan de sleutel hier starten naar rechts draaien. Deze sleutel naar rechts draaien. Ja. En niks indrukken van rem of zo. Gas. Beetje gas. Ja. Ja. Dat je is moet het. Met twee voeten rijden. Met twee voeten rijden? Ja, met twee voeten rijden. Maar dus allebei indrukken? Ja, zo, ja, dat is bij de kart. Echt? Ja, want het kan wel met één, maar de rem die doet het alleen maar als je een beetje vanaf deze kant drukt. Oh, ik zal hem even, wacht, ik zet hem even versnelling. Dat is soms een beetje moeilijk. Maar je hebt toch gewoon een rem en een gas? Ja, maar, nee, maar je bedoelt één voet op de rem en één voet op de gas. Ja, 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 precies. Oh, ik ga even wisselen. Oh. Ja, beter. Beetje choke. Oh. Ja, geef maar gas. Opstartprobleem. Deze. Probleem. Ja. Ik durf even de motorkap kijken. Ja, anders doe jij hem eerst even start en als hij start, dan stap ik er wel bij in. Dit is wel, hè? Dat heb ik nog nooit gezien. Dit is wel... heb ik ook nog nooit meegemaakt. A few moments later. Kijk, hij doet het weer. Ik zat gewoon te veel te kloten. Zo. Ja, het is bijzonder rijden. Echt wel? Dat je wen aan het sturen ook. Wow, ik vind het wel geniaal, hoor. Het is wel echt leuk, serieus. En je moet op tijd beginnen met remmen. Ja? Oh ja, ik heb het door. Ja. Okay. Hier naar links. Is dat deze? Dat is deze. Die naar links? Die naar links. Nu staat knipperlicht links aan. Ja. En je mag dus eigenlijk kiezen over de weg. Uh-oh. Ja, gaat wel goed, denk ik. Terugsturen? Ja, ga je het weer. Knipperlicht naar het midden toe. Maar hij staat nu nog op deze. Bovenste. Oh, dat is raar. Oh, joh. Ik moet even wennen, gek. Ja. Lekker. Ja, heel goed. Ja, goed, die mooi. Heel matje. Yo. Zit jij even lekker, hè? Ja, ik zit even lekker te chillen. Jouw knieën! Dat hadden we bij de politie moeten doen. Hé, hey, collega! Ja, collega! Wij kunnen het ook, hoor. Oh, mijn god. Oh, ik zal even... Toppie. Als Micha aan zijn eentje zit, zit hij de hele dag zo. Ja, de hele dag. Wow, geniaal. Maar red je dat wel als je nog zo'n ruiter aansluit voor de accu? Is die accu sterk genoeg? Ik heb een hele grote dynamo ingezet. Oh. Een hele grote accu. Dynamo is toch net als op de fiets die je energie opwekt waardoor de lamp aangaat? Dan laat hij de accu op en daarvan de lampen weer. Ja, precies. Ja, maar zou ik zeg maar dit lamp, dat rode lampje voor, dat brandde er straks, hè? Ja. Dat is het acculampje. Ah, deze moeten we zo, toch? En nu is hij uit. Oh! Fuck. Oh shit. Oh, dan zet ik de hele auto uit. Ja. Kijk, nu brandt het lampje. En dan start je hem. En dan geef je zo meteen één keer gas. En dan is het lampje uit. En dan laat de accu op. Ja, dat is goed. Oh mijn god. Bochtjes gewoon een beetje rustig nemen. Wauw. Op die scooter. Stoppen, meneer. Ja, meneer. Wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen hier? Wokstatus, wokstatus! Het gaat veel te hard, man. Hé, hey, meneer! Zo! Asociaal rijgedrag. Artikel wetboek 3.4. Artikel 5. EMG cursus erop. Hé, joh! Hé, joh, gek! Hij is door, man! Pak de verzekeringspapieren erbij. Je kan helemaal spelen met al die knopjes, hè?
Oei, oei, oei. Hij is ook wel gewoon... Oh, we moeten hier naar links. Hoe doe je dat? Ja, naar links. Maar ik stond nog op... Nee, Kijk, helemaal zonderen netjes. Voorrang. Oh, ja, gaat nog goed. Gewoon nog... Ja. Pomp met gas? Ja. Ja. Die scooter is helemaal niet zo langzaam, hè? Nee. Die trekt best vlot op. Hij is wel sportief gefeerd, hoor. Ja, zeker. Hij is echt, wel stug. Zo. Moet je een beetje uitblazen? Ja, kan ik dat zelf proberen? Deze zwarte knop. Oké. Die moet je gewoon inhouden totdat hij gaat roken. En dan nog steeds inhouden. Anders, wacht, wil jij het eerst doen? Ja, is goed. Dan kan ik even laten zien waar we zijn en dat we ook niemand tot last zijn verder. Want we zaten eerst natuurlijk wel een beetje... Had ik vorige keer verteld dat ik tegen die boom was. Hij gaat er gewoon vandoor. Zo was hij tegen die boom gereden toen. Omdat je nog een beetje in de versnelling had of zo. Ja, dus hij wil gewoon een beetje blijven rijden. Ja, dat is echt jonderen, die wil altijd gaan. Mooi dit ook, gewoon dit open zo. Zoals jullie kunnen zien zijn we hier nu even op een plekje met een stukje weg waar we ideaal even gebruik kunnen maken van het rook. Dus ik ben echt heel erg benieuwd of dat echt een beetje gek kan gaan. Dus ja, Misha, jou de eer. Zou ik rijden? Ja, is goed. Zo droog ook. Ja, ik ben erg benieuwd. Hij heeft ook die achterklep hier zo mooi open. Wow, wow, het is wel beter dat we op deze straat doen. Want kijk, zie jij iets? Nope. Nee, daarom is het goed dat we hier even op een afgelegen plekje even dat doen. Ja, hier komt hij aan. Ja, je ziet hem weer. Ja. Oh. Het valt ook zo satisfying neer, hè? Maar dat ziet er wel ziek uit, hè? Ja. Oh mijn god, kijk dit dan, joh. Jongen. Oh, wat mooi gek. Wauw. Ik vind het zo mooi. Hoe kan je dat ook verzinnen, hè, zoiets? Jongen. Zo, kijk dit. Kijk hoe ver. Niet normaal dit. Oei. Lijf. Ja, die lampen daarboven zijn ook echt wel vet hoor. Ja. Echt heel erg vet. Maar je weet dat één lamp het niet doet? Ja, dat weet ik. Ah, oké. Dat is niet normaal hè. Jeetje mina. Heel sick. Ja, wel echt lachen. Nu is de vraag hè. Wel echt lachen. Wat is de vraag? Doet die rookbom het van jou? Oh ja, inderdaad. Zal ik die eens even afsteken? Dat was je bijna vergeten hè? Ja, dat was bijna vergeten ja. Hij vond het zo leuk. Ja, die staat bij de scooter, hè? Daar gaat hij, dames en heren. Gewoon een categorie 1 vuurwerkbom. En dames en heren, categorie 1 vuurwerkbom. Maakt het alweer erg van. Oh. Oh mijn god. Wat ik wilde zeggen is categorie 1 rookbom. Want serieus, dit mag gewoon, dus dat is geen probleem. Even kijken hoor, komt-ie. Zo. Je had goed vertrouwen, toch? Ja, ik heb wel vertrouwen. Ik ben benieuwd. Oh. Goed vertrouwen. Zo, hij doet het weer. Blijft hij nu aan of? Nee. Hoe kan dat? Wat de hel? Ja, ik heb deze ook maar gekregen. Ik weet ook niet. Niet nadoen. Oké, daar gaat hij. Ja, kijk. Kijk, daar komt het. Oh, mooi wit, hè? Oh, joh. Nou, let maar op. Je hebt twee spijkers. Kijk, nu begint het nog erger te gaan. Nou. Kijk dan. En ik denk dat we hem even op zijn zij moeten zetten. Dat het nog beter werkt. Kijk, zie je? Het ziet er vet uit, hè? Oh, deze is ook wel sick. Ja. Komt dicht hoor hier ook. Kijk dan, holy. Wow. Het ziet er heel gek uit, dit. Oh, het stinkt heel erg. Kijk hoe dit eruit ziet. Nou, en of die het doet, dames en heren. Lang ook. Maar dit stinkt wel heel veel erger dan die auto. Pop. Maar het gaat sneller omhoog, lijkt het wel, hè? Ja, klopt. Wel echt ziek hoe goed dat werkt dan. Kijk dan, blijf maar doorgaan. Boom. Een vlammetje. Zo, dat was het meeste wel. Ongelooflijk.
Nou, werkt goed. Oké, dames en heren, wat we nu gaan doen, en daarna gaan we ook naar huis terug, want het wordt al donker en ik heb zo'n koude handen. Koud, hè? We gaan nu even hier heen en weer rijden. Met de rookbom aan de scooter vast. Ja. Ik zeg ook in rookbom, maar het is gewoon... Ja, rookding. Ja. Rookding. Steek aan dat ding! Steek aan dat ding! Nou, dan gaan we. Als hij me niet in één keer ontploft of zo. Oh, nee! Nee, jee! Nee! Hij is nog niet, hij gaat nog. Hij gaat, hij gaat! Ja, go, 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 go! Laten we! Go! Wow! Hoe dit werkt wel goed. Wow, wow. Lee! Kijk hoeveel! Wow! Wow! Niet normaal, holy damn! Zoveel? Wow! Werkt zo goed! Wow! Kijk dit! Oh! Dit is niet normaal! Wow, dit is echt ziek! Wow, check dit jongens! Holy! Helemaal vol met rook! Het stinkt ziek! Echt niet normaal! Erger dan vuurwerk ruikt het, hè? Ja! Komt u weer! Wow! Het is zo roker, hè? Mooi, yo! Het werkt zo goed, het werkt echt ziek. Wow, wow. Je moet blijven rijden, anders gaat het niet. Wow, yo. Is die klaar? Ja, hij is klaar. Oké, mooi. Zo. Wow. Ik stond heel even stil en ik kon gewoon niks meer zien. Nee. Je kan het ook niet goed inhalen met deze. Ja, dit stinkt echt dit wel. Dit is echt niet gezond dit, hoor. Dit kan niet goed zijn. Kan niet goed zijn, nee. Maar dit soort dingen nemen ze ook mee naar een stadion en zo, hè, van voetbal en zo. Ja, dan staat daar helemaal blauw. Ja, joh. Dus echt rood en groen en zo. Ja. Nou, laten we teruggaan. Stappen jullie in de auto, rijden we een stukje op scooter en dan wisselen we daar nog af. Ja, is goed. In verband met koude handjes. Maar ik ga wel zo rijden, komt goed. Zo, dames en heren. We zijn weer terug op locatie. En wat een ervaring met dit ding. Grandioos. Wel goed dat we even gewisseld hebben onze terugweg, want het is koud, hè. Oh, niet normaal. Niet. Maar de John Deere scooter en de John Deere... Amica, juist. Die zijn goedgekeurd, wat mij betreft. Oh mijn god, wat was dit mooi, jongen. Echt serieus, echt genoten. Echt leuk dat we het eindelijk een keertje gedaan hebben. Want ja, zoals ik al zei, stond zo lang op de planning. Goede momenten. Oh, en nu dan richting huis en heeft Marjan het eten klaar. Oh, en we gaan lekker eten. Wat denk je dat ik ga eten? Het is lekker, het is typische Hollandse maaltijd. Met iets erbij. Boerenkool. In de richting. Rookworst, ja. Het zou eerst rookworst worden, maar het wordt nu iets anders. Gaakbal. Juist. Oké. Met aardappel dan. En nee. En als ik dan zo doe... Zuurkool. Hey! Yeah, zuurkool met een lekker gehaktballetje. Oké, dames en heren, we zijn weer thuis. En het ruikt lekker. Nou, zuurkool. Oh, dit wordt zo genieten. En gehaktballetjes. Zelfgemaakte gehaktballetjes. Hoe gaat het met je tong? Oh, ik had er nog wel een uur lang last van of zo. Nu is het weer goed. Je ziet ook niks. Nee, je ziet ook niks meer. Jongen, ja, echt stom. Echt was stom. Het leuk? Ja, was echt geniaal. Was leuk. Ja? Zo, nou, dit wordt genieten hoor. Echt lekker. Ik heb ook superveel trek. Ik heb ook wel een beetje trek. Ik had tegen jou 6:30 gezegd. Toen keek ik net op de klok. Toen dacht ik, oh, het duurt wel lang nog. Toen bel jij. Ja, en nu ben ik om 5:45 thuis. Dus eerder dan gepland. Maar ja. Maar jullie hebben in dat autootje gereden. Ja, dat autootje. Ja, je moet die beelden maar kijken. Dat is echt, je lag je dood. Tenminste, ik wel. Ik vond het geniaal. Het was echt prachtig. Maar nu even opwarmen. Oh, ik voel mijn voeten bijna niet meer van het scooterreis. Het was echt heel koud. En mijn handen ook. Dus even een beetje opwarmen. Hoe moet ik dit doen? Stampertje. Daar is stampertje. Daar is stampertje. Daar is stampen. Daar is stampertje. Ik weet niet hoe ik moet doen. Je weet toch hoe je aardappels moet stampen? Ja, gewoon. Doe eerst de aardappels maar stampen. Noem een beetje melk erbij. En dan doen we de zuurkool erdoor. En dan ga je weer helemaal zo stampen. Gewoon nu gewoon boem boem? Ja, boem boem boem. Boem 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 boem. Zo, dat doe je goed, hè? Ik doe de melk er alvast bij. Melk? Melk? Gaat er melk doorheen? Dat wist ik oprecht niet. Nee? Nee. Er zit smeug ervan. Oh, meen je? Gewoon lekker ook. Of gewoon handig om te pakken. Nou, gewoon lekker erop, toch? En dat moet op het vuur hier, ja? Nee, maar hij staat er al bijna uit. Ik moest alleen de aardappels een beetje droog koken nog. Oh, een beetje droog kloten. Nou, zo is wel goed. Doe jij dat erbij, die zuurkool? Ja, ook zijkantjes goed, hè? Ja, maar je moet met de zuurkool ook nog doorheen prakken, hè? Ah, super heet. Ja, duh.
Oké, okay, maar ik vind het ook wel lekker als het niet te geprakt is. Okay, dat is sowieso sorry. Goed. Ja, nu dit erdoor. Nu die zuuk, maar niet allemaal, denk ik. Dus schep maar eerst de helft sowieso erdoor. Oh, dat heb ik nog nooit gedaan. Wat leuk. Beetje zo. Ja, zo. Iets te veel volgens mij, maar lekker, hè? Beetje meer. Beetje prakken zo. Ja, nu moet je alles even lekker met elkaar mengen. Die appel mag er ook door, trouwens. De hele appel? Ja. Hier, wat is dit voor... Wat... Ja, dat vind ik gewoon heel lekker. Een appel door de zuurkool. Het is ook... Zuurkool is eigenlijk een van de saaiste, omdat het er gewoon echt zo geel uitziet, zeg maar. En boerenkool ziet er nog wel een beetje spectaculair uit. Oh, joh. Het gaat helemaal... Wel fijn dat je dit doet. Lekker stampen. Vind je niet fijn, hè, dit? Nou, ik vind het wel fijn, maar ik vind het leuker om jou dit te zien doen. Ja, ik ook wel. Nou, dan mag jij gewoon even een hapje nemen. En dan moet jij zeggen... Oh ja, ik heb hier trouwens nog dit. Dit kan er ook nog door. Kijk, normaal heb je altijd spekjes erdoor, maar ik heb kipje. Kipstukjes. Allemaal? Ja hoor. Dan wordt het nog wel warm, omdat die hele substantie ook gewoon lekker warm is. Lekker bezig, schatje. Ja, toch, die suikers. Hier zijn lekkere gehaktballetjes. Ik vind het moeilijk om dit te doen zonder te morsen. Nou, maakt niet uit. Ruim straks de keuken op, toch? Nou, dan moet jij even voorproeven. En dan moet je zeggen of die andere zuurkool er ook nog door moet. Of dat het zo goed is. Of dat er misschien nog iets meer melk door moet. Maar lekker. Ja? Fris door die appel. Lekker, hè? Ja. En je doet ook altijd appelmoes erbij nog. Ja, maakt uit. Ja. Lekker, hè? Ik vind denk dat het zo goed is. Ja, niet meer zuurkool erdoor? Misschien een klein beetje. Nou, meneer de kok, doe er maar een klein beetje bij dan. Ook een beetje van de sap, of dat niet? Ja, kan. Zo. En weet je wat wel echt zo is met zuurkool, maar eigenlijk met elke stampot? De volgende dag is het nog lekkerder. En vooral met zuurkool, want dan is die zuurkool helemaal zo in die aardappel getrokken. Ja, dat heb ik wel eens gehoord, ja. Ja, en die tweede dag is echt genieten. Gewoon, jij klikt van alles aan hier. Zo. Hef alles uit. Ja, door dat sap wat ik er nu in bij heb gedaan, is iets smeug. Oké, okay, toppie. Helemaal goed, schat. Ik ga bordjes pakken. En dan kunnen wij lekker smikkelen van een heerlijke zuurkool. Er zullen vast genoeg mensen kijken die dit echt niet lekker vinden. Nee, of die mijn werkwijze heel bijzonder vinden. Nee hoor, je doet het gewoon goed. Oh, ja, dat weet ik niet. Je bent toch gewoon normaal aan het stampen? Hoi. Hoi. Lekker hoor. Oké, wat anders dan pasta? Ja, gewoon even Hollandse kost. Ik maak gewoon ijsbollen ervan. Zo goed? Denk het wel. Moet eten. Ja, en anders pakken zo, we straks nog wel. Hebben we? We kunnen nog een week eten. Ja, lekker joh. Kun je nu dit erbij? Gehaktballetje erbij. Ik knoep het. Een beetje dun drukken zo. Schatje. Ja, doe maar best. Wat doe je al? Is er geen goede knijper ervoor? Oh. Ja, ik heb al genoeg. Ik hoef niet meer. Nee, mag ik de rest? Ja, wil je ze allemaal eten? Ja. Echt? Hoeveel gehaktballen zijn dat? En appelmoes ook erbij? Met dit een beetje overheen zo? Beetje zuur. Zo, schat, jij maakt er wel feest van hoor. Kleine schappetje. En je wil appelmoes denk ik, hè? Ja, ook lekker. Die hebben we nog hier. Bakjes appelmoes. Wat een feest! Dit eet ik veel te weinig. Maar toen ik dus ziek was, die buikgriep had, had Bas dit voor mij gekocht. Ja. En toen was ik aan het genieten, joh. Niet lekker, normaal. Dat is zo kijk, fijn. Mooie vork en mes erbij. Gaan we Harry Potter kijken? Ja, we gaan met film 3 beginnen van Harry Potter. Yes! Ja. Nou, dit wordt wel smikkelen hoor, dames en heren. Ongelooflijk. Kijk dan. Jeetje, Mina. Heerlijk. Oh, ook nog een beetje zuur, hè? Klein beetje, ja. Lekker hoor. Wat gaan wij nu doen, schatje? Even lekker yoga. Lekker eventjes yoga. Dus dat wordt wel heel erg nice, denk ik. Gewoon even, dit is gewoon ook strekken, toch? Ja, dit is een 20-minute full body stretch / yoga voor stress en anxiety relief. Nice. En ga je denk je deze ooit nog aansteken? Nou, niet in dit huis. Nee? Misschien in dit is dus gewoon een kaars die ik heb gegeven voor kerst aan Myron. Ja, zo gedetailleerd en zo. Ik denk dat misschien bij de nieuwe woning. Oké. Okay. Myron die doet dit wel eens vaker. Gewoon even strekken en dit soort full body yoga sessies en zo. Ja.
En ik zie dat we wel eens vaker doen en ik denk van ja, ik ga gewoon een keertje meedoen, dat is prima. Vorig jaar, één tijd, deed je dus heten met mij mee. Toen heb je iets van 5-6 keer meegedaan en toen was je ook echt lenig. Ja, toen deed ik 5-6 dagen achter elkaar, toen was ik wel echt een stuk leniger meteen. Ja. Dus het helpt wel echt, alleen ja, ik weet niet, toch op een of andere manier hou ik het nooit echt lang vol of zo. Nee, ik heb nu in heel januari elke avond gerekken en strekken. Ah, dat is een goed voorneemteken. Toch wel een beetje. Nee, maar ik merk gewoon dat je ook gewoon met sport en zoals je lenig bent, dat het gewoon veel beter is. Oké, dat het gewoon makkelijker is met gewoon de workouts. Ja, met oefeningen en zo, maar ook voor blessures en zo is het veel beter als je gewoon flexibel bent. Oké, nou is goed, dan gaan we even kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, ik heb wel super veel spierpijn, dus ik ging net al een beetje rek strekken. Ik kom echt amper bij mijn tenen. Oh. Nou, ik ben benieuwd. We gaan eens even een oefening doen. Oké. Okay. Ik wist het gewoon al, hè. Jij wist al dat ik naar jou ging kijken. Ik moet lachen met jou erbij. Schatje. Hoe wist je dat ik keek? Hoe wist je dat? Ik niet meer ademde. Oei, joh. Je wist dat gewoon. Ja, maar dit is mijn probleem. Dus. Ja, maar dat komt ook omdat die camera er staat. Ja, dat is waar. Maar we hebben al bijna 10. Ik graag een beetje lollig. Oh ja, dit is handig. Mijn nek helemaal bewegen. Dat lijkt dat is niet zo chill. Dan moet je hele kleine rondjes maken. Ze heeft bijna haar achterhoofd in bij haar rugwervel zitten. Ja, joh. Mijn nek kraakt gewoon dit soort shit. Ik ga even rekken en strekken, mensen. Nou, dames en heren, heb ik me ook nog eens eventjes heerlijk geschoren. Ik ben weer helemaal fris. Ik ben weer helemaal fruitig. En zo ga ik lekker mijn mandje in. Kijk, daar ligt Marion ook lekker fris en fruitig. Zeker. Zin om te gaan slapen? Ik heb hem ook geschoren. Oh, lekker. Laat ze voelen. Zeg, het is ook helemaal glad. Laat ze even voelen. Oh, lekker zeg. Lekker, overal. Hé, hey, wat vond je van de yoga? Hoe is het met je tongetje? Hey, zie je aan de zijkant? Dan zie je wel iets, hè? Ja, er zit wel een plekje inderdaad, ja. Maar hoe vond je de yoga? Fijn, ik voel mijn benen vooral heel erg. Lekker soepel. Ja, lekker soepel. Nou goed, het is 12 uur, mooie tijd om Harry Potter nog even te kijken. Hey! En dan gaan we slapen. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken. Morgen vroeg naar de huisarts, hopelijk de hechtingen eruit. En ik snap dat zoiets als in mijn nek zo'n wond genezing nodig heeft. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook binnenin. Dus ja, we moeten even kijken wat verstandig is morgen. Of tenminste de assistent, en anders komt de dokter nog even erbij, de huisarts. Bedankt voor het kijken. Ik check jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet dat duimpje omhoog niet te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace!